Voordat we komen tot de echte inauguratie, hebben we nog twee sprekers. De eerste spreker is professor Henk Dijkstra van de Universiteit Utrecht. Hij zal spreken over klimaatmodellering en de invloed van oceanen. Dat doet hij al heel lang. Hij kan elke supercomputer in de wereld gebruiken. En we zullen van hem horen hoe dat precies in Nederland zit en wat we erop vooruit gaan. Wat gaan we ermee verdienen? Welke nieuwe simulaties kunnen we doen en op welke manier kunnen we daar maatschappelijke consequenties aan verbinden? Professor Dijkstra, ga uw gang. Ja, dankjewel Peter voor deze vriendelijke woorden. En het is natuurlijk een eer voor mij om hier te staan en om iets over mijn vakgebied te vertellen voor dit publiek. Dus hartelijk dank aan de organisatie om mij hiervoor te vragen. Ja, zoals u ziet, ik bekleed de leerstoel Dynamische Oceanografie, heet dat, in Utrecht. En ik bestudeer de oceanen en met name de rol van de oceanen in het klimaatsysteem. En dat dynamische, dat slaat op dat de nadruk ligt op de oceaancirculatie. Dus niet op de chemie in de oceaan, maar op de circulatie. En het plaatje wat ik hier laat zien is een prachtige illustratie van circulatie. U herkent de kust van Amerika, Noord-Amerika. En u ziet ook hier de temperatuur van het oppervlaktewater zoals het door een satelliet wordt geobserveerd. En u ziet hier, rood is warm, het is ongeveer 25 graden. En blauw is ongeveer 10 graden hier. Dus het oppervlakte oceaanwatertemperatuur. En u ziet dat hier een stroming, ziet u hier de golfstroom, allemaal bekend, die hier warm water naar het noorden toe transporteert en daarmee warmte afgeeft naar het noorden toe, wat ons klimaat uiteindelijk beïnvloedt hier in West-Europa. Nou, dat observaties staan natuurlijk centraal ook in ons vakgebied. En naast satellietmetingen hier links hebben we ook een schip, natuurlijk onze trots in Nederland, de Pelagia, waar allerlei metingen wereldwijd mee gedaan worden, ook in de diepzee, hè, om satellietmetingen te completeren. En daarnaast hebben we ook nog metingen met zogenaamde drijvende boeien, die overal in de oceaan drijven op dit moment en ook op diepte zich allerlei gegevens kunnen verzamelen, die ze dan weer sturen via satellieten, zodat wij ze kunnen gebruiken. Nou, wat weten we in termen van klimaatverandering van wat er in de oceaan gebeurd is de afgelopen 100 jaar? We weten dat ongeveer 30% van de antropogene emissies van CO2, dat die opgenomen zijn door de oceaan. En CO2 is een zuur en dat veroorzaakt oceaanverzuring, een probleem wat u allemaal kent. Het andere probleem is dat de oceanen ook een grote warmtecapaciteit hebben. Ze hebben veel capaciteit om warmte op te nemen. En ongeveer 90% van de extra warmte door de broeikasgassen is ook door de oceanen opgenomen. Ja, u begrijpt wel, warm oceaanwater zet uit. Het kan niet naar beneden, want er is een bodem. Het kan ook niet naar de continentenranden, dus het moet omhoog. En je krijgt dus zeespiegelstijging. Nou, het probleem van zeespiegelstijgingen weet u allemaal wat van. Hier ziet u de laatste resultaten van de mondiale zeespiegelstijging. En u ziet hier in de jaren en u ziet hier de magnitude in millimeter. En wat we weten is dat de afgelopen 100 jaar ongeveer de zeespiegel 20 centimeter mondiaal gestegen is. En dat ook in de latere jaren, waar de satellietmetingen gedaan zijn, die rode curve, waar je ziet dat de mondiale trend nu ongeveer 3 centimeter per decade is. En ook de laatste jaren zelfs 3,7 centimeter per decade. Dus waar komt dat door? Nou, dat komt door het uitzetten van het oceaanwater, wat ik net verteld heb, maar ook door het smelten van het landijs. Het kunnen gletsjers zijn, Antarctica, Groenland. En is half-half. Dus de uitzetting van het oceaanwater is een belangrijke component daarin. Nou, als je naar de zeespiegelstijging kijkt over de hele wereld, is het heel inhomogeen. Er zijn sommige plekken waar de zeespiegel erg daalt. En als je in Nederland kijkt, dit zijn metingen sinds 1890 van stations nabij in de Noordzee. En dan zie je ook hier de schaal in centimeters, dat ongeveer in Nederland zitten we op 2 centimeter per decade. Nou, de vraag die opdoemt, en natuurlijk voor beleidsmakers heel relevant, is van, hoe gaat de toekomstige oceaan eruit zien? Met name zeespiegelstijging, maar ook temperaturen, veranderingen, et cetera. En daar heb je dus echt, als je die vraag stelt, heb je modellen nodig, hè, als je naar de toekomst wil kijken.
En dat is een rol van klimaatmodellen. Nou, het is niet alleen dat je naar de toekomst kijkt, maar ook dat je klimaatmodellen gebruikt om dingen te begrijpen. Omdat je veel meer zaken uit kunt rekenen dan die je kunt meten. Zodanig dat je ook kunt begrijpen hoe allerlei causale verbanden lopen. Maar wat wordt er gedaan? Nou, dit is een plaatje uit het laatste rapport van het Intergovernmental Panel of Climate Change. Uit de Summary for Policymakers. En hier is een overzicht gegeven van wat klimaatmodellen nu geproduceerd hebben voor de toekomst van mondiale zeespiegelstijging, hier in meters. Die scenario's die je hier ziet zijn emissiescenario's. Dat zijn shared economic pathways. Dat schetst een beeld van hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. En u ziet dat hier allemaal ongeveer vanaf 1900 ongeveer 60 tot een meter zeespiegelstijging wordt voorspeld. Er zijn ook extreme scenario's waarbij Antarctica bijvoorbeeld veel sneller afsmelt. En u ziet dat dat extreme scenario, dat scheelt nog wel ongeveer een meter. En dat zijn dus belangrijke dingen om te weten en nog nauwkeuriger te berekenen. Nou, waarom zijn die berekeningen nou zo intensief? Waarom kun je dat nou gewoon niet op je laptop doen? Nou, om dat uit te leggen moet je toch een beetje in het klimaatmodel zelf kijken, de anatomie. En zoals u hier ziet is wat wij doen is, we delen eigenlijk de oceaan, maar ook de atmosfeer en ook het land en het ijs, delen we op in zogenaamde modelblokken. Hier ziet u een blok in de atmosfeer. En zo kunnen we de hele aarde, kunnen we in principe met een soort grid overleggen. En in elk van die blokjes proberen we dan uit te rekenen bijvoorbeeld wat de temperatuur is of wat het vochtgehalte is, et cetera. Nou, als ik zo'n blokje even apart neem, dan bijvoorbeeld hier in de atmosfeer, en ik wil de temperatuur berekenen in zo'n blokje. Wat er dan gebeurt is, dan moet je kijken van ja, hoeveel warmte gaat erin en hoeveel warmte gaat eruit uit zo'n blokje. En dat leidt dan tot een soort modelvergelijking die zegt van ja, de verandering van de temperatuur op een bepaalde tijd is gelijk aan hoeveel warmte erin gaat min hoeveel warmte eruit gaat. He, dus dat is eigenlijk een makkelijk weergave van hoe je die temperatuur berekent. En hier zie je al uit dat dat gedeeld doorteken, dat is een flop, dat is een floating point operation, dat is een berekening. En voor de rest moet je heel veel berekeningen doen ook om die warmte in en warmte uit te berekenen. Nou, u ziet wel, als ik voor elk blokje zo'n modelvergelijking opstel, dan heb ik, als ik kleinere modelblokken neem, dus ik heb dan een hogere resolutie als ik die blokjes over de aarde leg, dan krijg ik ook veel meer vergelijkingen. En als ik, wat er ook nog aan de hand is, dat moet ik ook nog kleinere tijdstappen nemen, want ik wil die uitwisseling over die blokjes, die gebeurt ook op een kleinere tijd. Dus hoe hoger mijn resolutie hier, hoe meer blokjes ik krijg en hoe meer ik moet rekenen. En daar hebben we die supercomputer voor nodig. Je hebt veel flop per seconde die je moet berekenen en ook veel dataopslag. En daarmee is de noodzaak voor een supercomputer. Ik zal later laten zien dat je hebt al gauw zeg een miljoen van die blokjes of een miljard van die blokjes. En als je een seconde tijdstap hebt, dan moet je ook 30 miljoen tijdstappen integreren. En dat wordt al gauw heel grote getallen. Dus toen ik begon met echt grote klimaatmodellen te gebruiken in 2003, 2005. Dat was een gemeenschappelijk project met het KNMI. Daar werken we natuurlijk heel veel mee samen en ook met buitenlandse partners. Was toch de supercomputer toen de tijd de Teras en ook later de Aster. Was beperkend in termen van welke resolutie je kon gebruiken. En hier ziet u links, ziet u een plaatje van hoe de oceaan en de atmosfeer hier boven West-Europa eruit zien. Nou, je ziet er wel dat Engeland nauwelijks herkenbaar is. En Nederland is één gridpunt in dit model. Dus dat noemden wij gridpunt de beeld. En de resolutie is ongeveer 400 bij 400 kilometer. En de verticale, omdat de oceaan natuurlijk relatief ondiep is ten opzichte van de grote horizontale dimensies, kun je daar 200 meter nemen. Het aantal vergelijkingen is dan ongeveer een miljoen. En daar kun je dus dan honderden jaren mee integreren, honderden jaren dingen uitrekenen. En onze nadruk lag hier niet zozeer op de oceaan, maar meer op de atmosfeer. Met name op van hoe gaan de extreme, met name hittegolven, hoe gaan die veranderen in de tijd. En toen de Huygens beschikbaar kwam, toen konden we al rekenen met de oceaanresolutie van ongeveer 100 kilometer bij 100 kilometer
maal 100 meter. En dan lijkt het, dan ziet het beeld er al een stuk beter uit. Hij herkent nu wel Engeland, zelfs Ierland is nu op de kaart. En op dat moment konden we al een heleboel andere vragen ook beantwoorden. Naast natuurlijk weer de herhaling en de nadruk op de extreme verandering. Konden we toen ook al kijken naar welke oceaanveranderingen konden optreden onder klimaatverandering. En met name een van de issues is dat de oceaancirculatie, met name de warme golfstroom, heel snel kan veranderen in 10 tot 20 jaar als er klimaatverandering optreedt. Wat enorme gevolgen zou hebben voor West-Europa. En dat is nog steeds een belangrijk onderwerp in het klimaatonderzoek. Maar dat was eigenlijk het eerste type modellen waar we dat soort vragen mee konden beantwoorden. En nog steeds, als je kijkt naar het IPCC-rapport en je kijkt naar de gebruikte modellen, dan zijn er nog heel veel modellen die deze resolutie gebruiken. Omdat ze eigenlijk binnen het IPCC een heleboel berekeningen moeten doen. Een heleboel verschillende situaties moeten uitrekenen. En dan wordt het toch al te duur, zelfs met de huidige computers, om dat allemaal te gaan doen met nog hogere resolutiemodellen. Maar als je gaat kijken naar gewoon de observaties, satellietobservaties van, zal ik boven laten zien hier, van de variaties van het zeeoppervlak. Dus je kijkt naar de ontwikkeling van het zeeoppervlak, je haalt die trend eraf, je haalt het gemiddelde eraf. En je kijkt naar hoe die zeeoppervlakte, hoe die varieert in de plaats hier. En je doet middels dat over zeg, een aantal jaren van satellietdata beschikbaarheid. Dan zie je dat er hele grote variabiliteit is hier. En dit is in eenheden van centimeter kwadraat. Dus als u moet de wortel trekken om te kijken van hoeveel centimeter dat nou echt is. En dan zie je dat hier in de golfstroomgebied en ook in rond Zuid-Afrika en ook nabij Japan en in Zuid-Amerika. Zie je dat er hele grote gebieden zijn waar enorme variabiliteit is. In dat zeehoogteoppervlak. Als je nou kijkt wat die modellen produceren van 100 bij 100 kilometer, dan zie je dat ze dit produceren en dat is nagenoeg heel klein ten opzichte van wat je in observaties ziet. Dus er is echt iets mis als je naar dit soort variaties kijkt. Nou, wat is er mis? Ja, er mist natuurlijk iets omdat op kleinere schaal, op nog kleinere blokjes schaal, zijn er fenomenen die je niet vangt in dit model en die wel belangrijk zijn. En wat kun je doen? Ja, moet je de resolutie opschroeven. En dat werd alleen maar mogelijk toen Cartesius beschikbaar kwam. Dus natuurlijk is dat een traject geweest ook grotere Cartesius-configuraties. Nou, ziet u straks een animatie van de oppervlakte zeewatertemperatuur in zo'n 100 bij 100 kilometer model. En rechts ziet u een simulatie waarbij de horizontale resolutie in elke richting ongeveer een factor 10 vergroot is. Dus we kijken nu met blokjes van 10 bij 10 kilometer naar de oceaan. En als u kijkt naar het verschil, dan ziet u dat in grote lijnen die oppervlaktetemperatuur wel goed is. De grote hier en blauw daar. Maar je ziet een enorme hoeveelheid substructuur hier die gegenereerd wordt door wat we noemen oceaanwervels. Dat zijn ronddraaiende gebieden met water. En u zag ze ook al in het eerste plaatje wat ik liet zien van de golfstroom. Daar zag je ook al die wervels in observaties. En je ziet dat die wervels hier dat die een groot deel van de circulatie gaan beïnvloeden. En als je naar de golfstroom kijkt hier, dan zie je, ja, dat is hier maar een soort van hele zwakke stroming hier nabij Amerika. Maar als je hem hier simuleert, dan zie je dat een hele dynamische, meanderende stroming is die ringen afsnoert, zoals je ze ook in observaties ziet. En dus is die 10 met 10 kilometer, kom je al steeds dichterbij wat je in observaties ziet. En je kunt dat bekijken straks door met observaties te vergelijken. Ik wil nog even een nadruk leggen dat op de Cartesius nu kun je zo'n 3 modeljaar, dat was die animatie hier, kun je ongeveer 4 uur doen. Maar als je dat bij 10 met 10 kilometer doet, dan duurt het 3 dagen. En dat lijkt niet zo heel veel, maar als jij 100 jaar wil simuleren en je wil dat 10 keer doen, dan zit je al gauw natuurlijk bij onpraktische tijden om dit soort resultaten te krijgen. Dus laat ik eerst nog kijken naar die observaties. Dat bovenste plaatje hebben we eerder gezien. Dat zijn observaties van opnieuw de zeespiegelvariabiliteit. Als je nou kijkt wat zo'n 10 bij 10 kilometer doet,
Nou, dan zie je dat die variabiliteit inderdaad door die wervels gegenereerd wordt. En ook op hele grote schaal effecten geeft. Dus niet alleen lokaal hier bij de golfstroom, maar ook zelfs verderop. En dat het al een stuk beter lijkt. Ik bedoel, er zijn nog steeds dingen die niet helemaal correct zijn, maar je ziet al wel dat het een enorme verbetering is ten opzichte van wat het eerdere plaatje was van 100 bij 100 kilometer. Nou zou je denken van, nou misschien is dat alleen misschien regionaal hier belangrijk. Maar dat is niet waar. Want wat doen die oceaanwervels? Die modificeren ook het hele circulatieveld in de oceaan mondiaal. En dat heeft enorme gevolgen. En laat ik u een voorbeeld zien van werk wat recent gedaan is door een promovendus van mij, René van Westen. En ik laat u zo een animatie zien van een toekomstscenario van zeespiegelstijging. Het is de mondiale zeespiegelstijging. Links is de situatie dat oceaanwervels aanwezig zijn. Dus dat is de 10 bij 10 kilometer. Rechts is het waarin het afwezig is. En wat ik nu laat zien is de verschillende componenten van de zeespiegelstijging. Nou, hier stirk, dat betekent dat het uitzetten van het oceaanwater is. En de gletsjers en Groenland en Antarctica zijn hier apart aangegeven met een kleur. En wat u verder ziet straks is dat de patronen van zeespiegelstijging, hier ook in het model waar wel wervels zijn en hier in het model waar geen wervels zijn. En moet u eens opletten wat het verschil is. De simulatie is gedaan onder één scenario van klimaatverandering. Niet meerdere, want dat is onmogelijk om dat te doen. Hier ziet u het resultaat. U ziet dat als oceaanwervels afwezig zijn, dan zie je dat de uitzetting wel ongeveer hetzelfde is. Maar wat er heel groot verschil is eigenlijk de afsmelting van Antarctica. En hoe komt dat nu? Die wervels die modificeren de stroming nabij Antarctica. En die maken het in feite Antarctica kouder daarbij in Antarctica dan in het lage resolutiemodel waar de temperatuur veel hoger is. En dus wordt de afsmelting kleiner. Dus je ziet al dat die regionale effecten van die wervels, die kunnen door koppeling met het ijs in dit geval ongeveer 9 centimeter verschil maken in mondiale zeespiegelstijging in 2100. Nu is dat nog maar één model en dat moet nog gedaan worden door anderen ook. Maar dit is een eerste simulatie wereldwijd waarin dit aangetoond is. En deze simulatie met alle dataverwerking kost ons ongeveer een jaar op de Cartesius. Dus dat is alleen maar het uitvoeren, niet alleen het analyseren. Dus dat zijn al enorme berekeningen. Je ziet ook dat de patronen van zeespiegelverandering nogal verschillen. De zeespiegel hier in het noorden, nabij Groenland, stijgt veel minder snel dan bijvoorbeeld hier wat je ziet in laagresolutiemodellen. Dus ook de patronen van zeespiegelstijging veranderen. Ook mede door invloed van Antarctica. Dus mijn conclusie hier is, elke nieuwe generatie aan supercomputers kan je klimaatverandering in meer detail bestuderen en ook beter begrijpen. En u kunt u natuurlijk afvragen nu van, wanneer houdt het nu een keer op? 10 bij 10 kilometer, moeten we naar 100 bij 100 meter of zoiets? Nou, daar hebben we wel een idee van. Als je naar het eerste plaatje kijkt wat ik liet zien, weer de temperatuurverdeling bij de golfstroom, dan zie je in die wervels hier, zie je ook nog substructuren. Dit is een uitvergroting, ook met satellietbeeld gegenereerd. En die uitvergroting zie je dat er eigenlijk structuren ontstaan die op een schaal van ongeveer een kilometer. En wij denken dat 1 kilometer, dat is de heilige graal nu natuurlijk in ons vakgebied, 1 kilometer is in principe waarin we in het gebied komen waarin het soort verzadigd wordt. Dus waarin we daarna niet zoveel veranderingen meer verwachten. Dit gaan we niet halen met de Snellius, dit gebied van 1 kilometer. Maar we gaan zeker een poging doen om in die richting te komen. Er zijn ook andere technieken natuurlijk waar heel hard aan gewerkt wordt, zoals machinaal leren en allerlei wiskundige technieken om dat regime te halen. Maar we staan in ieder geval te popelen om Snellius gauw te gaan gebruiken. En ik dank u wel voor uw aandacht. Dankjewel Henk, dankjewel. Prachtig verhaal. Ik citeer meneer Levy. Een vrolijke toekomst, nou misschien niet wat betreft
de zeespiegelstijging, maar hopelijk wel wat betreft de capaciteit die we nodig hebben en die we in de toekomst zeg maar, ook kunnen gebruiken om dit soort simulaties verder te brengen. Dankjewel.